Hallo allemaal, vandaag ga ik deze lactosevrije wrap maken. Dus kom lekker mee. Oké, voor stap 1 gaan we onze handen wassen. Dat is heel belangrijk, want hygiëne. Tuurlijk. Stap 2. Snij je groenten en je ham snijden door de midden. Ook bij de komkommer. Die snij je eerst in plakjes. Dan hebben we de ham. Die snijden we eerst door de midden. En dan maken we er 3 hoekjes van. Let trouwens niet op mijn snijtechniek. Want ik heb me een aantal keer bijna in mijn vingers gesneden. Dus snij alsjeblieft even anders. Want dat was gewoon niet zo slim. Ja. Oké. Stap 3. Pak je wrap. En je... Wat is het? Heksenkaas. Ja, dat was het. Vegan heksenkaas. Vervolgens, stap 4. Smeer de heksenkaas op je wrap. Gewoon je hele wrap bedekken met de heksenkaas. Stap 5. Beleg je wrap. Lekker sla erop. Wat je maar wil. Ik gebruik wat je net allemaal hebt gezien. Dus gewoon een lijntje sla. Daarbovenop leg je je vlees. Dan je komkommer en je tomaat. Als je bijvoorbeeld geen komkommerlust of je lust geen tomaat of iets wat op deze wrap zit, dan kan je dat natuurlijk ook met van alles vervangen. Naar je eigen smaak. Want er zijn mensen die eten het bijvoorbeeld liever met kip of gewoon helemaal zonder vlees. Dus dat kan je helemaal zelf stylen. Ik vind dit lekker, dus ik gebruik deze ingrediënten. Komkommertjes erop. Tomaatje erbij. Oh, nog meer komkommer bedoel ik. Nu de tomaatjes. Er waren er een beetje veel. En er zat op deze wrap zat een beetje weinig heksenkaas, vond ik. Dus je moet zelf even kijken wat je lekker vindt. En zoals je gaat zien nu, gaat deze wrap vouwen niet zo heel soepel. Dus dat is trouwens stap 6, je vouw je wrap. Maar een tip, duw je ingrediënten iets meer naar het midden voordat je dat gaat doen. Nu kan je proeven. Ik vond het heel erg lekker en dan komen hier de bloopers. Bedankt voor het kijken. Hallo allemaal, vandaag gaan wij een lactose... Hij draait al. Ja. Woe! Viel bijna. Oké. Okay. Hallo allemaal. Vandaag gaan wij een lactosevrije... Fryen. Dat doe ik al de hele ochtend. Ik kan het. Slay queen.